Hallo allemaal, welkom bij het weerbericht van vandaag, maandag 2 oktober. We zitten in zeer uitzonderlijk warme lucht voor de tijd van het jaar. Dat hebben we gisteren al mogen ondervinden met maxima van 23, 24 graden in de regio. En dat zal vandaag opnieuw zo zijn. De dag begint met veel zon, een paar hoge sluierwolken daarbij. Maar het is vooral de zon en die gaat de temperaturen snel weer doen oplopen. Uiteindelijk halen we ongeveer dezelfde maxima als gisteren. Opnieuw een 23, 24 graden landinwaarts. Aan zee is dat rond een 22, 23 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge temperaturen voor begin oktober. Verder staat er een zwakke zuidelijke wind bij en die voert die warme lucht aan. Maar veel meer dan zwak tot hoogstens matig zal die net als gisteren ook vandaag weer niet waaien. Er is wel een verandering op komst. Vanmiddag dan komt er geleidelijk aan meer bewolking binnen vanaf de kust. Boven de Britse eilanden ligt een front. En dat front markeert de overgang naar minder warme lucht en dat zal tegen morgenochtend onze regio binnenlopen. Dus die bewolking die neemt toe, ook vanavond en vannacht. En ook de wind neemt dan toe. Tegen, na middernacht gaat het geleidelijk aan harder beginnen waaien. Tegen de ochtend kan het aan zee een vrij krachtige tot krachtige wind worden uit het zuidwesten met uitschieters tot 50, 60 km per uur. We gaan wel voor een zeer zachte oktobernacht. Recordwarm eigenlijk. Het zal vanavond pas heel laat zijn, na middernacht, als we onder de 20 graden gaan. En tegen de ochtend hebben we nog steeds 18 tot 19 graden te pakken. Dat zijn dan morgenochtend meteen de maxima. Want overdag komt er minder warme lucht binnen en gaan de temperaturen dalen naar een 17, 18 graden. Dat gaat morgenochtend gepaard met de doortocht van een zwakke storing. Maar die is echt zwak. Er kan hier en daar wat lichte regen of een bui vallen. Maar sowieso zijn het allemaal kleine hoeveelheden. De wind die waait wel tijdelijk wat harder. Vooral morgenochtend, met uitschieters tot 60, 70 km per uur aan zee. Maar overdag neemt die wind dan af en draait naar een westelijke richting en wordt dan overal geleidelijk aan matig, misschien aan de kust nog tijdelijk vrij krachtig. Overdag hebben we morgen maar een 17 tot 18 graden meer over. Dinsdag dus, die overgangsdag. Woensdag, dan zitten we in minder warme lucht en is het licht wisselvallig, maar blijft sowieso droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij maxima die rond zo'n 18 graden uitkomen. Dat is minder dan deze dagen, maar dat is eigenlijk voor oktober nog altijd bovenmaats. Normaal gezien verwachten we nu zo'n 16 graden gemiddeld en we zitten daar nog steeds boven. Meer zelfs, tegen donderdag, dan zet ik er de pluim bij, dan komt opnieuw een zwak frontje door. Een warmtefront dit keer, wat opnieuw warmere lucht vooraf gaat. Donderdag dus veel bewolking, misschien een drup regen hier of daar, maar meestal blijft het droog. En tegen vrijdag arriveert dan die warmere lucht weer. Dan kunnen we alweer richting 20 graden gaan met opklaringen. En volgend weekend, jawel, opnieuw maxima van 23 tot 24 graden met vrij zonnig weer daarbij. En dus opnieuw zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarachter, dat zien we dan wel weer, dat is nog buiten de betrouwbare verwachtingstermijn. Maar voorlopig is dit de verwachting voor de komende dagen. En ben je weer helemaal gebriefd. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.